naar deze video. Hallo paard. Gaat het goed? Ja? Kijk eens wie ik meegenomen heb. Kijk, daar. Onze vloggende kampioen. Namelijk Simon. En Emma van Kampioen. Hoi. Vandaag gaan we vloggen. Nou ja, vloggen. Dit komt gewoon in de weekvlog. Maar Emma gaat een mooi stukje maken over Veroontje. Dus we mogen nu naar het paddock. Ja. En dan moet ze los in de Naki met niks. Dus dat is op zich al wel een dingetje, toch? Met niks in je Naki. Kan je wel, hè? Ja, is niet zo koud. Nee. Zo, Simon is aan het vloggen. Emma is aan het rijden. En Verona, die vindt het allemaal prima, geloof ik. Worden twee verhalen zijn er opgenomen vandaag. Die van Tess toen ze gevallen was. En van mij het koliekverhaal van Verona. Simon die is nieuw met vloggen, dus die gaat alles steeds terugkijken en luisteren. Of het wel goed is. Gaan we zelf over, denk ik. Ze is warm hoor. Ja. Oh ja, dat is wel een fijnere dag dan Ko hoor, Simon. Ja, toch. Deze is ook niet 2 meter groot. Ja, dat is waar. Ja, en het zadel zal waarschijnlijk ook niet heel vervelend zijn voor een dressuurzadel. Nee, het zit echt wel goed inderdaad. Kan ik ook een galopje doen? Ja hoor. Alleen je buitenbeen. Ja? Okay. Alleen buitenbeen, ja. Je kan het ook tegen haar zeggen, doet ze het ook. Alleen doorzitten is wat minder. Hey, je moet mee bewegen. Moet je loslaten. Zo? Ja. Compleet nieuwe ervaring voor mij. Simon zit op Verona en normaal is Verona een groot paard. Ze is nu van een groot paard gedegradeerd naar gewoon een pony. Kijk dan, die benen ook. Check dit. Ja, Roon, je bent een pony. Nou ja, wel leuk. Kan nog wel, net aan dan hè. 1,67 jongens en ze is te klein. Zo, loop je mee? Wil je dat ik hem vasthoud? Nee hoor, dat komt goed. Oké. Je doet hartstikke goed hoor. Snap je wat ik bedoel? Dan moet je dan juist dat stukje waar zij het spannend vindt even opzoeken om daar weer rust terug te krijgen. En dan pak je er iedere keer eentje. Ik pak hem met de arm. Dan heb je schoon. Wanneer ik zo meteen de stang weg mag halen. Want jij hebt de controle, dus jij geeft alle aanwijzingen. Dus of nou papa of mama of de koningin aan die klep staat, dat maakt allemaal niet uit. Jij bepaalt het. Ja. Ja? Goed zo. Heel goed, Kim.
over je pony, maar je bent de baas over iedereen die in je team moet. Op de Menezes kan je verschillende dingen doen. Paardrijden, maar ook... Kaarten! En dat is gewoon kaart of memory of zo? Gewoon kaarten. Pesten. Pesten, oké. Okay. Ja, cool. Jij bent. Vandaag heb ik wedstrijd en tot mijn geluk is Kim bezig met Verona. Alleen die probeert haar oor te knippen. Maar het kriebelt, zegt ze. Het kriebelt. Mijn oor kriebelt als je het doet. Oh. Mijn vrouw vindt het ook eigenlijk helemaal niet erg. Alleen ik denk dat er een haartje niet helemaal lekker zat. Kim kneert natuurlijk niet in de oren, maar wat er uitsteekt. En als dat terugvalt, is dat natuurlijk niet het lekkerste. Dus continu wordt Kim bijna van de kruk gegooid. Ben al klaar. Dinsdagochtend, paardjes aan buiten zitten. En ik weet niet of je het kan zien op video. Maar er ligt een beetje stro op de weg en dan is het net alsof het allemaal glinstert. Hoe grappig is dat dan? Paardjes staan in de molen en in de paddock. Verona slobber met olie, zodat ze niet weer koliek krijgt. Dus we zijn lekker bezig. Vandaag is woensdag en Tess die heeft haar kuitspier geblesseerd. Die heeft zweepslag, dus die kan niet zo heel best lopen, laat staan rijden. En nu is Kim Bel aan het zadelen. Maar Bel, die is er toch niet helemaal mee. Dus die zit steeds te kijken, wat ben je allemaal aan het doen? En ik vind het vandaag allemaal maar raar. Verona staat, zoals altijd, de rust zelf te zijn. Dat is wat Verona doet. Dus, we gaan zo rijden. Het is inmiddels bijna 8 uur, dus ook nog hartstikke laat. Maar goed. Helemaal pad. Zijn ook? Moment, ja. Zijn we krijgen ook... nu couplet 2, ja. Nou, ik moet even mijn moeder zingen. Van, Nee, je moet niet. Ik vraag of je het wil zingen. Ik vind ja, het leuk. Ja, nou, ik zing het wel. Nou, het was van... Oké, ik ga ze alle drie zingen. Dan van... Dus, ik zing even het heel het liedje. Ja. Hou je aan de regels, want anders maak je brokken. Hou je aan de regels en kijk goed uit je doppen. Hou je aan de regels, anders gaat het fout. Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud. De vader van mijn vriendje die heeft een hele stoere bak. Met spoilersautomaat en kanteldak. Hij reed laatst veel te hard en heeft de bocht toen niet gezien. Nu zit hij met de schade van een milletje of 10. Dus hou je aan de regels. En kijk. Hou je aan de regels. En kijk goed uit je doppen. Hou je aan de regels. En. Oh, wacht even. Hou je aan de regels, anders maak je broeken. Hou je aan de regels. En kijk goed uit je doppen. Hou je aan de regels, anders gaat het fout. Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud. Wat was de volgende nou ook alweer? Afgebrand schuurtje. Nee. Ja. Eerst wat er nog. Barbiepop. Oh ja. Laatst naar school ging ik even naar de stad. En heb toen bij de speelgoedzaak een Barbiepop gejat. toen. Oh, ik werd meteen betrapt en kreeg meteen voor... En ik stond met een rode kop vreselijk verbaal en kreeg meteen proces verbaal. Dus hou je aan de regels. Hou je aan de regels. Anders maak je brokken. Hou je aan de regels en kijk goed uit je doppen. Hou je aan de regels, anders gaat het fout. Hou je aan de regels, dat geldt voor jong en oud. Vicky steken vind ik echt het mooiste dat er is. Maar laatst ging het toch nog wel een beetje mis. Het leek zo onschuldig met alleen die oude kant. Maar nu is het scheurtje tot de grond toe afgebrand. Dus hou je aan de regels. En kijk goed. Nee, hou je aan de regels. Anders maak je brokken. Hou je aan de regels. En kijk goed uit je doppen. Hou je aan de regels. Anders gaat het fout. Hou je aan de regels. Dat geldt voor jong en oud. Hou je aan de regels. Dat geldt voor jong en oud. Yay! Tot de volgende keer. Doei!